Oh, zo fashionable. Dit is helemaal iets voor mij. Ik heb ook niet gezegd dat dit een unboxing is. Hallo lieve mensen. Deze week ga ik mezelf onderdompelen tot modeblogger, instababe, fashion girl of hoe je het dan ook maar wilt noemen. Ik ga deze week meelopen met bekende Insta fashion girls en ik ga super fashion foto's proberen te maken. Het eindresultaat daarvan zul je zien op mijn Instagram, dus volg me daar vooral. Niet vaak doe ik een experiment die zo ver van me afstaat, want voor mijn gevoel begrijp ik echt helemaal niets van mode. Tuurlijk weet ik wel wat ik leuk vind, maar ik heb echt geen idee hoe ik alles moet combineren. Ik weet niet wat mijn stijl is, ik weet niet wat mij precies goed staat en ik doe altijd maar wat. Ik ga er in ieder geval wat aan doen, want de eerste stap is een afspraak met stylist Gerline Hornsveld. Samen gaan we een kleuranalyse doen en ze gaat helemaal door mijn kledingkast om verrassende outfits samen te stellen die we weer kunnen fotograferen. En natuurlijk een hele grote opruiming te doen. Zin in! Zo, ik ben klaar om naar Gerline te gaan. Volgens mij ben ik klaar. En ik mocht dus geen make-up op, omdat je op die manier het best de kleuranalyse kan doen. Want ze gaat nu dus vaststellen welke kleuren er goed bij dit hoofd passen. Dus ik ben heel benieuwd en ik heb er super veel zin in. Zo, ik ben bij Gerline. Hoi. Vertel even aan de mensen wat jij allemaal doet. Ja, leuk. Ik ben Gerline Hornsveld. Ik werk voor televisie, bladen, magazines. Maar ook juist voor de consument en voor jou. En op die manier kijk ik dus echt naar wat bij jou past en wie jij bent. En hoe we dat kunnen vertalen in kleding. Ja, wat we gaan doen. We gaan deze week kijken naar garderobe. Maar we beginnen met color. Dus vandaag de Color Master. Waarbij ik ga kijken welke kleuren passen bij haar persoonlijkheid. Ja, dus we gaan een kleuranalyse doen. Ja, absoluut. Oké, spannend. Ja. Nou, ik heb dus een hele lange vragenlijst moeten invullen over echt van alles. Over mijn persoonlijkheid, over mijn eigen missie in het leven, over mijn bedrijfsmissie, over wat ik allemaal al wel in mijn kast heb en hoe ik mijn stijl nu zou omschrijven. Dus we hebben net die vragenlijst doorgenomen en wat viel jou daaraan op? Nou, wat ik voornamelijk heel leuk vond om te lezen is dat over de vragen betreft jouw persoonlijkheid is dat het echt heel positief is en heel, heel open. Mm-hmm. En als we dat dan gaan vertalen naar kleding, vind ik ook dat we daar een lijn in moeten doorvoeren. Dus denk aan open hals, denk aan frisse printjes, die bloemenprint of het stipje. Het voelde net alsof ik echt zo fashion doctor ben. Vertel maar. Ja. We gaan natuurlijk als allereerste kijken naar de ondertoon van je huid, kleur van je ogen en je originele haarkleur. En aan de hand daarvan komt er een palet uit. Maar dan is daarnaast je persoonlijkheid nog veel belangrijker. Ja. Ga ik zo meteen meer over vertellen. Eerst krijg ik heel veel uitleg over hoe het werkt met kleuren en wat het allemaal met je gezicht kan doen. Want bepaalde kleuren kunnen je daadwerkelijk grauw en vermoeid doen lijken. En zelfs lijntjes in je gezicht worden beter zichtbaar. Oké, we gaan dus nu kijken wat de verschillende kleuren bij mijn hoofd doen. Toch? Met jouw hoofd, ja. Of het lift of dat het zakt. Zoiets. Zoiets. In heel heftig daglicht bepalen we eerst of ik een warm of koud kleurentype ben. En dan zie je al snel dat goud mij doet stralen en zilver heel duf maakt. Hetzelfde geldt voor koele en warme tinten wit. Zie je dat hier? Ja. Jeetje, wat raar dit. En dat lift naar beneden. Zie je nu zie je het heel duidelijk. Hier zie je een lift en hier zie je je gezicht naar beneden getrokken. Ja. Nee, dit is vreselijk. Ik zie echt gewoon een grauwe, toffe bende. Ja, het is een beetje een soort van... Het lijkt wel alsof je echt 10 jaar ouder wordt opeens. Ja. Een soort van helemaal grauw en grijs. En terwijl je hier echt heel fris van wordt. Een soort van heel gezellig. Lekker. Ja. Ja, heb je ook gaan meteen stralen. Ja. Grappig, hè? Hier doet Gerline een koude kleurendoek om. Wat mijn huid dus duidelijk doffer maakt. Een superkorte conclusie na een paar uur doorspreken is dat warme herfstkleuren het mooist bij mij staan. Dit past ook bij mijn stabiele, nuchtere en grounded persoonlijkheid. Maar... ik ben ook ontzettend nieuwsgierig, vrolijk, positief. Dus daarom zou ik een vleugje van de lentekleuren erbij kunnen combineren. En dan heb je perfect mijn karakter in kleuren te pakken. Ja, zie je het verschil? Ja. Je kunt een paar tellen dat eigenlijk die blosjes die je hier heel mooi hebt, eigenlijk zo die lift krijgen. Ja, ik lijk ook bruiner of zo. Ja. Gezonder. Ja.
Ja, dat klopt. Nou, we zijn erachter wat voor kleurtype ik ben. Een combinatie dus. En de volgende stap is dat jij naar mijn kledingkast toe komt om eens even goed te bestuderen wat er allemaal misschien niet past. Of juist wel. Toch? Ja, zeker. We gaan een goed onderhanden nemen en nieuwe setjes maken. Nou jongens, net als iedere befaamde fashion girl, fashionista, modeblogger, chickie, heb ik kleren binnengekregen. Ja jongens. Ik heb namelijk het mogen kopen van Chiquelle. Dat is een Zweeds bedrijf wat nu ook in Nederland te koop is. Ik heb wat leuke items gekregen en de kwaliteit is echt veel hoger dan heel veel van die andere goedkope meukdingetjes. En dat wil ik niet meer kopen. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Mocht je denken, dat duurt toch allemaal vet lang voordat dat uit Zweden helemaal in Nederland is. Nou, dat valt wel mee. Want met DHL is het gewoon 1 tot 3 dagen. En dan heb je het gewoon in huis. En je kan gewoon met iDeal betalen en zo. Super chill. Anyways, wat heb ik gekregen? Deze blouse. Kijk, dit flirt gewoon helemaal de hele kamer op. Oh, wacht. Ik heb ook niet gezegd dat dit een unboxing is. Of zo, toch? Dat is het. Oh, een haul. Een shopping haul. Dan heb ik nog deze blouse. Wit. Met een mooie stripe op de arm. Deze. En, hier ben ik heel blij mee. Een broek. Een zwarte pantalon. Met een strip aan de zijkant. En omdat ik gewoon in een goede bui ben, doe ik ze ook nog even gewoon aan voor jullie. Zo ben ik. Met Lisa, mijn lieve kantoorvriendin en ook echt een van de eerste modebloggers nog destijds, volgens mij. Klopt. Hoe ben jij begonnen? Even kort. Nou, ik zat op het Amfi, derdejaars, en ik moest voor school allemaal beeld verzamelen. Mijn computer zat vol en toen heb ik allemaal beeld op een soort van blogspot gezet. En dat ging men lezen en bekijken en dat werd toen automatisch voor mijn blog. Lang geleden. Ja, want nu ben je voornamelijk op Instagram te vinden. Ja. Maar hoeveel uur spendeer je daar gemiddeld per week ongeveer aan? Ja, tegenwoordig vrij weinig. Maar als ik mijn best doe, dan echt met content maken ben ik denk ik wel een uur per foto bezig. Dus 7 dagen in de week, 7 uur. Wow, oké. Okay. Wauw, maar je doet heel veel dingen daarnaast, zoals? Ik help merken met een nieuwe identiteit neerzetten. En fotografeer daarnaast ook veel. En steeds minder eigenlijk op mijn eigen Instagram. Ja, ik vind jouw stijl gewoon zo fantastisch en uniek. En echt een lichtpunt in alle Instagram foto's en outfit posts die gemaakt worden. Ik vind dat echt super tof. Oh, nu komen we even in een... Jij hebt gezegd dat jij wel een foto van mij wilt, Lisa Chloe'en, toch? Zeker. Daar gaan we even een kleine workshop overheen gooien. Oké. Okay. Waar let je op als je een outfit post gaat doen? Geen groen op de achtergrond. Oh, we lopen nu het park in. Oké. Okay. Dat je langer lijkt op de foto, is bij jou niet heel erg nodig. Maar... Nee. En dat je er voornamelijk gewoon heel erg leuk op staat. En dat het niet te veel poespas is, maar dat het wel is wie je bent. Oké, okay. Een beetje clean en eigen. Ja, en dat het scherp is en hoge kwaliteit. Oké, okay. Nou, let's get started. Okay. Hier zo, even een trappetje. Ja, is dit approved? Oké, okay, dus hier zouden we een outfit kunnen maken. Outfit zeker. Shot. Haal het groen nog even weg. Oké, okay, puntjes op de i, puntjes op de i. Ik probeer altijd iets lager dan oog. Ja, want dan lijkt je langer. En je kan ook beter niet twee benen naast elkaar zo houden, maar eentje voor de ander. Lijkt je ook langer. Ik vind deze wel leuk. Ja? Alleen deze struik denk ik wel een soort van, waar komt die struik ineens vandaan? Oh ja. Dus ik zou blijer zijn als dit weg zou zijn. Pro tip! Ja? Met je iPhone, als je een vierkantje schiet, ja? Dan wordt je lens breder, waardoor jij ook breder wordt. Terwijl als je in rechthoek schiet, dan wordt de lens slanker. De bolling in de lens is dan what? Anders. Dat wist ik dus echt niet. Oké, okay, tip van de dag dit. Oké, één voor de ander. Ja. En een beetje spin. Ja, en dan kan je het beste nog je teen een beetje naar binnen. Dus weer een tip van de andere influencer. Zo. Ja, een beetje bewegen met je benen, naar voren, achterlopen.
Oké, top. Beter? Ja, prima. Oké, we did it. Oké, en nu hebben we de foto gemaakt en nu ga je bewerken. Wat doe je meestal? Ik maak eerst een selectie van met hartjes in mijn iPhone, welke het beste is. Dan gooi ik ze in VSCO, een app. Ja. En daar heb ik een aantal filters die ik echt altijd gebruik. Die gooi ik overheen en dan heb ik een app die heet UNUM. Unum. En daarin kan je kijken of het in je feed past. Oké. Een Instagram feed moet een soort van inspiratieplatform zijn. Bij mij in ieder geval. Mm-hmm. En vind ik wel, als je er komt, moet het wel een feestje zijn. Dus die eerste 9 foto's ja. die je ziet als je iemands Instagram pagina opent. Dat is je visitekaartje. Ja. Oké. Dus dat doe ik. En soms, ja, als ik er echt zin in heb, dan ga ik echt nog wel creatief aan de slag op groot scherm. Ja. Tekenen, collages maken. Ja, een beetje knutselen eigenlijk. Maar dat is wel juist zo leuk aan jouw foto's, vind ik in ieder geval. En daar krijg je vast ook heel veel complimenten over. Ja, ik krijg heel veel vragen over hoe ik dat doe en of ik andermans foto's wil doen, wat ik eigenlijk nooit doe. Waar ik ga een uitzondering maken. Oh, zo lief. Ja, super cool. Ik ben heel benieuwd wat je van mij gaat maken. Ik ook. Goedemorgen. Wij zijn in mijn kast, zoals je ziet. En wat gaan we vandaag doen? Ja, we gaan de kast van Marije onder handen nemen. Superleuk. We gaan in ieder geval kijken welke kleding bij jou past. Echt volledig bij jou past. Qua kleur, materiaal, stof. Om deze week 7 setjes te creëren. Die in echte taal jou zijn. Ja, helemaal mij. Oké, okay. Let's go. Deze 2 blouses, draag jij die nog? Heel weinig. Ja, waarom? Dit is wel echt Marije 3 jaar terug. Yeah. Dat ik alleen maar dit soort dingen droeg met dat soort punk vibe blouses. Nou jongens, dit befaamde jasje die Sunny ook aan had als ultieme Marije jasje. Die mag ook weg. Het is wel beter. Yeah. Ja, hij maakt gewoon heel vierkant. En dat is gewoon zonde om... doet niet heel veel goed voor je figuur. Nee, en deze zilveren tint ook niet, toch? Liever goud. Ja. Streng. In de categorie nog meer foute kattenshirts. Met een staart! Ja, het is echt heel erg Marije. We hebben nu een beetje combi gemaakt van print op print. Maar wat je nu ziet bij je outfit is dat het vrij vierkant geheel is. En als je kijkt naar wat er gebeurt als ik 1 mouw dus oprol, dan creëer je dus een optische taillelijn. Waarbij het accent dus naar je taille toe trekt. En je ziet het verhouding met deze arm en die arm. Mm-hmm. Dat je dus hier veel meer ruimte creëert en een lijn in je taille creëert. En dat dit veel rechter maakt. Ja. En dan krijg je veel meer ruimte in je outfit. Nou, wat is het? 4 uur verder, denk ik. En we hebben... de hele kast doorgenomen. Gigantisch veel kledingsetjes gemaakt en outfits gepast. Echt geweldig. Ik heb overal een foto van gemaakt. Ik zie miljoenen nieuwe mogelijkheden die ik echt nog nooit van mijn leven had bedacht of gezien. Super geweldig. Ik ben echt helemaal enthousiast en ik wil nu 10 keer per dag van outfit wisselen. Ja. Geweldig. Je ziet het, je hebt eigenlijk je kast is een stuk kleiner geworden, maar er zit veel meer mogelijkheid in dan dat je hiervoor had. Dus dat maakt het zo leuk ook. Ja, er gaat behoorlijk wat weg. Deze hele stapel past allemaal niet meer bij mij of bij mijn hoofd of is kapot of gewoon oud. Bye bye. Oké, dit is een super begin. Vandaag loop ik mee met Frederik. Yes. En ik vind het zo leuk om jou eindelijk te ontmoeten. Want wij Instagram appen al 1 jaar of 2 denk ik inmiddels. Ik denk het wel, ja, inmiddels wel. Ja. Dus vandaag ga ik met jou even meelopen hoe jij foto's even maakt. Even kijken hoe ik fotootjes maak, ja. Ja. Hoe ben jij begonnen met Instagram? Ik ben 6 jaar geleden begonnen. Ik studeerde toen nog rechten. Was bijna klaar. En tijdens mijn scriptie had ik zoiets van, ik wil niet in die advocatuur werken. En ik wil gewoon... Oké. Ja. Ik wil gewoon iets anders, iets anders opbouwen. Ja. Ik ben toen begonnen met het delen van foto's van mijn outfits. En in het begin nog zonder hoofd, heel anoniem. Wel met benen, maar gewoon een beetje, je zag niet echt dat ik het was. Ja. En toen steeds meer met mijn volledige hoofd erop. En gewoon steeds meer,
als mijzelf, als Frederik. Hoofd mag er ook zijn, ja. Dus waarom niet? En toen ja, gewoon de knoop doorgehakt om daar echt serieus mee verder te gaan. En nu, 6 jaar later, is het mijn baan geworden. Dus ja. Superleuk. Hoeveel tijd in de week ben je hiermee bezig? Als je alles erbij optelt. Echt ja, fulltime, ja. Hoe zie je zeg maar je Instagram toekomst voor je? Goeie vraag. Ik weet het niet. Ik weet sowieso niet wat nou echt de toekomst is. Kijk of het dan YouTube is, of dat het misschien Musical.ly is, of wat dan ook. Mm-hmm. Dus ik, ja, of dat dus Instagram is, dat weet ik dus niet. Maar ik denk dat ik altijd wel met beeld bezig blijf. En ja, vooral stilbeeld. Ik vind het ook leuk om dit te doen, maar het stille beeld en daarover fantaseren als je foto's ziet, dat vind ik het leukst eigenlijk. Dus ik denk dat ik wel met foto's bezig blijf. Ja. Maar of het dan op Instagram blijft, of... Maakt eigenlijk niet uit. Gewoon creatief met beeld. En... Ja, en met mode. Ja. Ja, dat. Nu is het tijd voor mijn fotosessie. Ja. Heb je nog wat laatste tips? Show your legs. Je hebt mooie benen, dus die kan je mooi laten zien. Oké. Ik denk... Ja, met het jasje, het is gewoon heel... Die outfit, die gaat het worden, want die is heel contrasterend en tof bij je outfit, denk ik. Met het witte jasje. De auto bedoel je? Ja, wat zei ik dan? De outfit. Outfit, dacht ik. Ja, de auto. Het is 31 graus. Ik heb precies zo'n steek hier ook. Oké. Let's try? Ja. Dit is helemaal iets voor mij. Benen doen. Oh, zo fashionable. Ook oh, dit is mooi. Ja. Schoentjes aan. Nou, dankjewel voor een kijkje in jouw leven. Ja. Een mini kijkje. Je mag wel een andere keer langer mee. Ja. Als je wil. Top. Ik heb deze week met 3 mooie mensen gewerkt die allemaal net als ik hebben bedacht: dit is tof, hier ga ik mijn werk van maken. En ze zijn het gewoon gaan doen. Living the dream. Ik vind het echt super inspirerend. Ik ben mega dankbaar voor alles wat Galine deze week heeft gedaan en hoe ze me heeft geholpen met het vinden van mijn stijl. Ik denk niet dat ik dat in 1 video kan omvatten. Alle tips in deze video heb ik verzameld in een blogpost, dus check die. En check natuurlijk ook mijn Instagram, want de foto's plaats ik daarop die ik deze week heb gemaakt. En die zijn echt wel anders dan wat je van me gewend bent. Laat even een leuke reactie achter. Ik zie je volgende week weer. Bye bye!